Hallo en welkom in onze uitzending van deze sabbatschoolles van 10 augustus 2013. Van dood naar leven. Welkom Valerie in deze uitzending. Dankjewel. Voordat we beginnen, we gaan een korte gebed doen. Onze Heere God, we komen tot u op dit moment om u te danken voor deze dag. En we vragen u voor uw leiding. Laat uw Heilige Geest ons leiden en geeft ons wijsheid. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Dat is een heel mooie les. Klopt. Ja, het is echt een prachtige les, ja. Deel 2 eigenlijk van deel 2. Waar we het de vorige keer over hebben gehad. Ja. En dan gaat het van dood naar leven. Oké. In de inleiding kunnen we wel wat zien. En misschien kan je dat wel het belangrijkste aanhalen. Of hoe vond je dat? Dat eigenlijk, zoals hier staat in de inleiding, dat je onvermoeid vol moet houden met bidden. Dus het is niet één keer vragen, maar onvermoeid. Nou, dat betekent dus gewoon doorgaan de hele tijd. En dat als je onvermoeid vol blijft bidden eigenlijk, betekent het dus ook dat je gelooft. Mm-hmm. Dat je echt niet na één keer bidden en het gebeurt niet van, oh ja, het werkt niet, laat maar. Maar als je steeds doorgaat, dan betekent dat je dus echt in gelooft dat het goed gaat komen. Ja, God heeft niet gezegd van vraag een enkele keer en gij zult ontvangen. Hij heeft gevraagd of heeft gezegd dat wij onvermoeid voor moeten bidden. Wat is het voorrecht als we bidden? Als we volharden in gebed? Het voorrecht? God hoort onze gebeden altijd. Ja? Sowieso. Maar we weten natuurlijk niet of het op onze tijd beantwoord wordt en hoe wij het willen. Mm-hmm. Maar God zal altijd onze gebeden in daarnaar luisteren en er wat mee doen. Het is niet zo dat de gebeden voor niks zijn. Ook als we niet eens antwoord krijgen, dat denken we. Mm-hmm. God die luistert altijd naar ons. Mm-hmm. Dus dat vind ik in ieder geval heel mooi aan gebed, dat je dat weet. Ja. Ik vind het zo mooi en zo belangrijk wat hier staat. En dat is het volhardend vragen brengt de smekeling in een ontvankelijker houding. En geeft hem een groter verlangen de dingen waarom hij vraagt te ontvangen. Ja. Dus dat brengt hem in een houding. En dan ook geeft hem ook zo'n grote verlangen om de dingen wat hij gevraagd heeft dan te ontvangen. Ja. Want het is... Ja, dat is net zoals met kinderen, denk ik, een beetje. Als een kind één keer vraagt van, ik wil graag een speelgoedauto, dan denk je, oké, hij vindt het leuk. Maar als hij elke dag om je speelgoedauto vraagt, dan kan je wel voorstellen van, wow, hij vindt hem echt heel leuk. Hij wil hem echt heel graag. En als hij hem krijgt... Ja, dan is hij heel blij natuurlijk. En hij waardeert het meer. Ja. Want als, elke keer als hij wat vraagt en hij zegt, ik wil dat, en hij krijgt hem, hij waardeert hem niet. Hij gooit hem gewoon in de hoek van, ik wil een andere. Ja. Ik wil gewoon een andere. Dus dat brengt ons sowieso in een houding tegenover God. En we waarderen hem beter. We waarderen ook wat hij aan ons geeft. En dat is sowieso heel mooi. Ja. Nou, dit is... We gaan nou in een ervaring van geloof van Martha en Maria. Ja. Toch? Ja, zeker weten. Dat is een ervaring wat zij, zeg maar, in het geloof. Nou, de vraag is... en we gaan naar de eerste vraag... welke hoop gaf Jezus het verstand en het hart van de door verdriet onvermaande zus? Ja, welke hoop gaf hij haar? Dat hij Jezus Christus was in ieder geval, dat al. Mm-hmm. Dat ze wisten wie hij was en wat hij kon. Dat was eigenlijk al een hoop. Mm-hmm. En... hij zegt ook, wie in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Mm-hmm. En dat Lazarus ook op zal staan als Christus weer terugkomt. Mm-hmm. Dus dat zijn wel een paar hoopgevende dingen. Hij zegt ook dat hij de opstanding en het leven is. Ja, dus ja. De tekst van Johannes hoofdstuk 11 vers 24 tot 27, die zegt aan, Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding... ten laatste dagen. Ja. Dus ze had wel de zekerheid dat zijn broer zou opstaan. Ja. Met andere woorden, ze was zeker dat hij bekeerd was, dat hij veranderd was, dat hij ook
Ja, hij had geleefd naar Gods wil. Naar Gods wil, naar de leerstelling van Jezus Christus ook. Dus hij wist 100% zeker dat hij zou opstaan. Dat was geen twijfel. Ja, dat wist ze. Alleen ze had andere opstanding in gedachten, natuurlijk. Maar het is interessant misschien om het geloof van hun aan te halen. Ze waren echt zeker. We hebben gezien van vorige les, ze waren niet boos omdat Jezus Christus niet op tijd was gekomen. Alleen was de vraag als mens van, waarom ben je niet gekomen? Ik bedoel, we hadden echt gehoopt. Ja. Je had gezegd dat de dood, of dat deze niet ten dode zou zijn. Waarom ben je niet gekomen? Dus, maar ze hadden zo'n geloof. Ja, ik denk dat de discipelen, of tenminste zoals je dat leest, de discipelen en de andere mensen die aan het rouwen waren daar, die waren meer boos eigenlijk of verbaasd en verontrust dat Jezus niet eens was gekomen. Dat hij niet eens leek het zijn best had gedaan om snel naar zijn beste vrienden te gaan. Zij waren meer op hem daarover aan het met hem over aan het praten dan Martha en Maria. Die hebben eigenlijk maar een paar zinnen gezegd. Ja. Dus dat vond ik wel heel mooi. Nou, Jezus wil gewoon iets laten blijken. Hij is de opstanding. Hij is het leven. Wie in hem gelooft, die zal, al waren gestorven, die zal in eeuwigheid leven. Ja. Hij wil haar iets laten weten en dat is, als ik hem wil opstaan, als ik hem wil laten opstaan, dan staat hij op. Want ik ben het, ik beslis, ik bepaal of hij opstaat of niet opstaat. Ja. Want, ja, maar Martha had gewoon natuurlijk de hoop van, oké, in het laatste moment, en God zal hem opstaan. Maar hij wilde haar laten zien, hij, Jezus Christus, was diegene die kon bepalen of hij wel of niet zou opstaan. Ja, ja, ik las ook in dat hoofdstuk wat hier aangehaald wordt in Jezus de Mens de Eeuw, dat Jezus dit ook gebruikte als een teken van dat hij dus in contact stond met God. Dat God dus echt zijn vader was, want hij kon dus mensen weer levend maken door Gods kracht. En dat was ook weer een bewijs voor al die fariseeën en iedereen dat hij echt Gods zoon was, want een ander mens die kan dat niet zomaar. Ja. Ja, de eenheid met zijn vader. Precies, die eenheid met zijn vader, ja. Die wou hij benadrukken hiermee. Ik vind ook een heel interessante opmerking in die eerste vraag, zeg maar. En dat is dat in Christus is het oorspronkelijke, echte en niets anders ontleend te geven, leven. Dus het is van hem. Ja. Het is het leven, het is van hem. Hij kan het gewoon geven. Hij is de bron. Hij is de bron, ja. Natuurlijk, in andere citaten zien we dat de vader de bron is. Maar in dit geval zegt hij, ik ben het. Ja. Ik geef het. Ik kan het gewoon geven. En de citaat die laat zien van, de Godheid van Christus is de garantie van eeuwig leven voor de gelovigen. Ja. Dus als je twijfels hebt bijvoorbeeld over de Godheid van Christus, dan heb je geen garantie voor de opstanding. Nee. Zo belangrijk is om zeker te zijn over de Godheid van Christus. Ja. Ja. Nou, sommige mensen die vinden het natuurlijk moeilijk om bepaalde uitspraken van Jezus aan te nemen. Maar we moeten dus dan begrijpen dat in dit ook, zelfs staat het in de wensdrijven, dat hij wilde nu aangeven wat was zijn relatie met zijn vader. Ja. Ja, dus hoe de relatie stond en dat hij niets deed zonder zijn vader. Ik bedoel, en omdat als mens zijnde hier op aarde, hij was onderworpen aan de missie. Hij had een missie voor ogen en dat moest hij vervullen. Als mens zijnde moest hij als mens blijven, zeg maar. Ja. Ja, je had het net over die goddelijkheid, ook dat je dat echt moet erkennen. In die laatste zin staat ook dat zij begreep niet ten volle de woorden die Christus had gesproken, Martha dus. Maar zij beleed haar geloof in zijn goddelijkheid en haar vertrouwen dat hij kon doen wat hem behaagde. Dus ze vertrouwde erop dat hij dat kon doen wat hij wilde. En dan had ze eigenlijk ook kunnen zeggen van, maar wil je dan niet dat hij leeft of zo? Maar dat deed ze niet, ze vertrouwt gewoon op hem. Ze vertrouwde, ja. Dat is zo mooi. Ja. En Jezus was niet eens gestorven. En hij staat op dit moment als overwinnaar, zegt ook de opmerking. Alsof hij al zou opstaan
Dus hij staat, staat het hier, heet hij zelf spoedig aan het kruis zou sterven, stond hier met de sleutels van de dood als overwinnaar over het graf. Ja. Hij had gewoon alle macht. Ja. Hij kon het gewoon bepalen. Hij kon zeggen van, ja, hij staat op als overwinnaar. Dus, dat is sowieso heel mooi. Nou, de opstanding van Lazarus is een beeld van wat in het einde zal gebeuren met de kinderen van God die oprecht zijn en die... Ja, het is een beeld van de opstanding van de rechtvaardigen. Van de rechtvaardigen. Ja. Hoe dat zal gebeuren, wie het zal doen. Dus wat hier wordt aangehaald is het feit dat het is door Jezus Christus die al de mensen in het einde op zullen staan. Het is door hem, omdat dit een beeld is van hoe het zal gebeuren in het einde. Welke vertrouwen uitte Maria ondanks haar verdriet? We hebben een beetje gezien dat zij inderdaad in de Heere vertrouwde. Maar wat, wat was nu met Maria? Net was het met Maarten en nu is het met Maria. Maria die geeft aan, of die zegt tegen Jezus van, als u nou hier was geweest, dan had hij nog geleefd. Mm-hmm. Dus haar vertrouwen was sowieso dat, ze was er sowieso van overtuigd dat Jezus Lazarus beter had gemaakt als hij er was geweest. Ja. Dat dus, was geen twijfel. Nee, dat, daar ging ze gewoon helemaal vanuit. En ze geloofde ook 100% dat Jezus Gods zoon was. Mm-hmm. En dat hij daarom ook Lazarus gewoon beter had kunnen maken. Mm-hmm. Ze geloofde dat de aanwezigheid van Jezus Christus betekende leven, genezing, alles. Ja. Dus het feit dat, dat hij zo ver was geweest, die heeft natuurlijk de dood gebracht. De wens der Heaven, die zegt inderdaad... Dat is de reden waarom Jezus Christus weg van Lazarus is gebleven. Want als hij in de omgeving was geweest, kon Satan, of de ziekte, kon hem niet ten dood brengen. Ja. En dan was de wonder ook niet zo groot. Nee, klopt. Dus als Jezus in de buurt was, dan had Satan niet zoveel macht op Lazarus, op de ziekte, om hem tot de dood te brengen. Hij was dan misschien wel ziek gebleven, maar niet helemaal tot de dood. Nee, klopt. Maar het feit dat Jezus dan wegbleef, dan gaat hij dood. Ja. En daarom blijft Jezus weg. En, om dan helemaal... Ja, om nog krachtiger terug te kunnen komen. Ja, en precies. Ook dat hij pas na 4 dagen komt, want... Je hebt natuurlijk, dat is nu ook nog, dat mensen doodgaan, dan lijken ze dood, maar dan kunnen ze ook in een soort coma of een schijndood bestaat ook nog. Dat mensen gewoon in 1 keer 3 dagen laten weer wakker worden. Mm-hmm. Dat had ook nog gebeurd kunnen zijn. Mm-hmm. Maar doordat Jezus echt lang genoeg gewacht heeft, dat allemaal uitgesloten was. Dus dat het echt een wonder was en niet een natuurlijk iets dat iemand per ongeluk... Ja. Hè, want dat zeiden al de fariseers. Van, ja, met de dochter van Jairus, dan begonnen ze te zeggen... Nee, ze was niet echt dood, want Jezus Christus heeft gezegd zelf dat ze sliep. Ja, precies. Nou, om dat uit te sluiten, dan... Hè, als je hoort wat Martha of Maria later ook zegt... Dat hij zelfs waarschijnlijk het lichaam al begon te ruiken en zo. Nou, dan weet je echt dat hij dood is. Dat, ja, en niemand durfde de steen weg te halen. Want ja, dat nee. Ja, dat was niet goed natuurlijk. Dat, ze riep Maria en ze zei de meester is daar. En toen ze het hoorde stond ze dus haastig op en ze ging tot hem. Maar niemand volgde haar, want ze dachten dat ze naar het graf ging. En dan had ik gelezen dat is gewoon traditie ook, dat de mannen die volgen de vrouw niet. Dus alleen vrouwen mogen de vrouw volgen en de man zou eventueel wel mogen volgen, maar dan echt op een hele grote afstand. Dus Jezus wilde haar toch echt alleen spreken en daar had ze ook echt behoefte aan als je die eerste zin leest. Van het gejammer van de rouwklagers deed haar pijn, want ze verlangde naar enkele rustige woorden met Jezus alleen. Dus dit was de perfecte mogelijkheid. Als Jezus daarheen was gegaan, had hij niet met haar zo fijn kunnen praten. En hij was niet eens in het dorp gekomen, toch? Hier in de tekst van Johannes stond dat Jezus nu was nog niet in het vlek gekomen, maar was in de plaats waar Maarten hem tegenmoet gekomen was. Ja, dus er gaat ook wel een tijd overheen voordat Maarten weer terug kon vertellen naar Maria, voordat Maria weer daar. Ja, en hij heeft dus liever gekozen om een afstand te houden van al die mensen, hij wist wat ze nodig hadden. Geen jammer. En, ja. Ja, dat is echt mooi. Inderdaad. We gaan bij de derde vraag. Bij de begraafplaats.
Was het voor Jezus ook moeilijk, deze situatie? Wat kunnen we zien aan de hand van wat in de tekst staat geschreven? Welke gevoelens had Jezus? Nou, Jezus die... Hij weende, hij huilde, dus hij voelde zich waarschijnlijk, of hij voelde zich gewoon verdrietig. En de Joden denken, of iedereen dacht meteen van, nou, hij huilt vanwege Lazarus. Zo lief had hij hem, hij huilt zelfs voor hem. Mm-hmm. Maar later zien we dat hier staat dat hij weende omdat velen die nu om Lazarus treurden, spoedig uit zouden zijn op de dood van hem die de opstanding en het leven is. Dus ja, hij huilde vanwege... Gewoon, ja, omdat het gewoon zo heftig was. Dat er allemaal, hij wist dat dat zou gaan gebeuren. En hij zag dat al voor zich. En dat is gewoon hartstikke zwaar. Ja. Als je dat al van tevoren weet. Ja, er zijn bepaalde redenen waarom hij weende. Dus niet alleen dat. Ten eerste kunnen we zien dat Jezus interesse heeft in onze verdriet. Ja. Dat hij ziet het. Hij telt onze tranen. Medelijden. Hij heeft medelijden met ons. Ja. Dus we kunnen zo gerust naar hem toe. Ja, hij weende ook om de mensheid eigenlijk. Mm-hmm. Om de tranen, verdriet, de pijn, de dood, de ellende van alles wat we hier hebben. Mm-hmm. Dat drukte ook heel zwaar op hem. Hij weende ook over de mensen die nu op dit moment, of dit moment daar waren, dat ze later dood zouden gaan in het moment toen de verwoesting van Jeruzalem, toen de Romeinen zouden komen. Mm-hmm. Dat is wat de wens der Ruimte zegt. Dat ze ook daarin dood zouden gaan. Dus hij weende voor al die mensen van Jeruzalem. Ja. Voor al die, de last, of hoe staat het hier, het gewicht van de smart, de eeuwen drukte op hem. En ook het feit dat hij zag de vreselijke gevolgen van de overtreden van Gods wet. Ja. Dus er waren zoveel dingen. Hij ziet gewoon de dingen met een profetisch oog. Hij ziet van, ja, hij huilt om hun... Om de verdriet die ze hebben, om die andere mensen die niet bekeerd zijn, om al die andere mensen die dood zouden gaan, die hem niet zouden aannemen. Ja. Het was echt verdrietig voor ze allemaal. Ze huilen daar, zogenaamd. Maar net als wat hij zegt, ook op het moment van toen hij het kruis droeg, huil voor jullie zelf, zegt hij tegen de vrouwen. Ja. Jullie moeten huilen voor jullie zelf. En de tijd die komen zul. Ja. Ja, want Jezus wilde graag hun... Lijden verlichten, staat er ook. Hij verlangde daarna. Hij wil zo graag dat iedereen gered wordt natuurlijk. Maar hij wist al dat niet ging gebeuren. Ja, en zijn tranen stroomden daarom. Ja. Omdat hij verlangde al hun lijden te verlichten. Ja. Nou, dat is zo mooi. Als je zo een Jezus ontmoet, als je zo een Jezus leert kennen. Dat hij echt met je meevoelt. Dat alles wat hij doet en de reden waarom hij weent. Is omdat hij ons wil redden. Dan ben je bereid om alles voor de Heer te doen. Toch? Ja, ja. Ja, ik bedoel, waarom niet? Hij meent het gewoon met jou. Hij wil gewoon het beste voor jou. Ja. En hij huilt wanneer wij dat niet doen. Als we iets anders doen, als we... Ja, we doen hem pijn. Ja. Nog steeds. Ja. Dus, nou... Ik denk dat een goed reden is om te zeggen van... We gaan voor de Heer zijn... We gaan alles achterlaten voor de Heer. We gaan alleen voor de Heer zijn. Ja. Nou, had Martha enig idee van Jezus' bedoeling? Wat hij bedoelde met, ja, hij is de opstanding. Wat hij hiermee bedoelde? Niet helemaal eigenlijk. Nee, ze begreep... Nee, ze snapte niet wat hij nou precies bedoelde. Uh-huh. Ze geloofde wel in hem en ze geloofde ook in de woorden precies. Die hij sprak. Ze had er totaal geen twijfel over, maar ze begreep gewoon niet helemaal wat hij daarmee doelde. Mm-hmm. Waar hij op doelde daarmee. En er staat ook in de opmerking, Christus berispte Martha. Maar zijn woorden werden uiterst zachtmoedig geuit. Mm-hmm. Dus heb ik u niet gezegd dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid God zult zien? Mm-hmm. Dus... ja, ze moest gewoon onvoorwaardelijk geloof hebben daarin. Ja, en dat het zo komen, dat wat Jezus bedoelde, hij bedoelde iets meer dan alleen dat. Zijn wegen zijn zo anders dan onze wegen. We denken één ding en de Heer denkt echt dieper aan. Hij geeft ons meer dan wat wij verwachten. Hij is bereid om het uiterst voor ons te doen. Ja, ik denk dat... Zijn plannen zijn gewoon vol met...
Met zegeningen en extra meer dingen voor ons. Ja, als we het zouden weten wat hij allemaal voor ons in petto heeft, dan... Maar hij zegt het. Vertrouw me. Ja. Heb gewoon geloof in mij. Dat is alles wat hij zegt. Ja, ja, ik snap haar wel, want... Als vrouw zijnde. Ja, nou ja, als vrouw zijnde. Ja, ik zou ook zoiets hebben van... Als je op een begraafplaats bent en iemand zegt... Nou, haal die stenen maar af. Ja. Dan heb je ook zoiets van, waarom? Hè? Wat ga je doen? Laat het gewoon rusten. Het is al dicht. Ja, het is geweest. Ja. Ik wil hem niet meer zien. Het is zwaar genoeg. Ja, precies. Dus daarom geef ze, doordat ze dat antwoord gaf, merkte hij al, kon je zien dat ze het niet begreep. Volgens de traditie waren die eerste dagen het moeilijkst. De eerste drie dagen waren het moeilijkst. En dan kwamen gewoon de mensen daar en het was echt het moeilijkst. Dus de vierde dag was het een beetje van, oké. Ja. Ik heb het volhouden. Het is drie dagen al voorbij. Vierde dag. Dus ik voel me wat beter. Ik heb het geaccepteerd. Het is dood. Weet je? Want dat is het eerste wat je moet doen. Je moet gewoon accepteren dat de persoon al dood is. Ja. De eerste dagen is het geen... Nee, je gelooft het niet. Nee. Het kan niet. Het kan niet. Misschien staat hij nog op. Te veel emoties. Precies. Ja. En dan denk je van, oké, de vierde dag is voorbij. Oké, goed. En nu gaat Jezus van, nou, laat het maar zien. Ja. Haal maar de steen maar af. Ik denk, nee, heren, laat het maar daar. Ja. Het is te zwaar geweest. Ja. Maar ze begrijpen niet wat Jezus bedoelde. Nee. De andere vraag die hier staat in de vierde is, kan de heerlijkheid van God alleen geopenbaard worden wanneer een persoon in leven is? Nee, natuurlijk niet. Nee. Juist nu is het ten volle geopenbaard, juist als iemand overleden is. Ja. Want dat kan niemand nadoen. Kijk, Satan kan ook mensen genezen. Mm-hmm. Hij heeft ze ziek gemaakt, dus hij kan het ook weer wegnemen. Of dat doen lijken dat iemand weer helemaal beter is. Maar Satan kan niet iemand uit de dood opwekken. Nee. Dat kan hij niet doen. Dit is volle openbaring. Dit is gewoon 100% van de Godheid wat je hier dan ziet. Ja. Dat Jezus heeft openbaard. En ik vind dat de woorden wat hier staan van Jezus, die zijn echt voor ons bedoeld. Heb ik u niet gezegd dat zo gelooft gij de heerlijkheid God zult zien? Ja. Als wij geloven, we zullen de heerlijkheid van God zien. Ja. Het is maar gebrek aan geloof dat we soms hebben. Nou, in de opmerking staat het, natuurlijke onmogelijkheden kunnen het werk van de Almachtige niet weerhouden. Maakt niet uit wat het is, kan hem niet weerhouden. Nee. Zo, twijfel en ongeloof duiden niet op ootmoed. Onvoorwaardelijk geloof in de woorden van Christus is echte nederigheid en zelfovergave. Ja, klopt. Ja, het is echte nederigheid als je ergens in gelooft. Zonder dat je verstand daarin meewerkt, laten we zeggen. Want je verstand zegt, in deze situatie zou zeggen van, iemand is dood. En iemand is gewoon dood, klaar, die wordt niet levend. Mm-hmm. Maar door geloof verneder je dat eigenlijk. Ga je, geef je je over aan de Heer eigenlijk. Verneder je jezelf door niet meer naar jezelf te luisteren. Naar wat je ik eigenlijk zegt of je verstand. Mm. Maar gewoon puur te geloven. Gewoon niet nadenken, gewoon geloven. Ja. Dus dan, Sommige mensen denken dat twijfelen, een beetje twijfelen van de Bijbel is oké. En dan laat zien van, nou ja, ze zijn niet, Ja, een beetje sceptisch zijn. Sceptisch. Of kritisch of zo. Kritisch. Maar dat is geen ootmoed. Dat is geen vernedering. Nee. Als je echt geloof, blindeling, dat is pas een nederigheid. Maar is ook vertrouwen dan? Dat is ook natuurlijk geloven. Vertrouwen. Ja. Ja. Waarom zou gij twijfelen aan mijn macht? Waarom weerstaan bidden aan wat ik vraag? Gij hebt mijn woord. Als gij wil geloven, zul gij Gods heerlijkheid zien. Dat waren in feite de bedoeling met Jezus Christus. Nou, wat is de openbaring van Gods heerlijkheid? Dat is natuurlijk... Op het moment dat Lazarus uit het graf kwam gelopen. Ja, en iedereen was zo benieuwd. Ja. Wat gaat gebeuren? Graf gaat open. Iedereen keek van, nou ja. En ze zien inderdaad van de afstand dat daar staat hij. Het ligt daar. Het zal heel stil geweest zijn. Ja. Toen ze daar zijn te kijken. De tekst zegt, ze namen de steen weg waar de gestorvene lag.
En Jezus hief de ogen opwaarts en zei: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zullen geloven dat gij mij gezonden hebt. Ja. Nou, als hij de macht had om hem op te laten staan, waarom gaat hij nou met zijn vader praten? Is dat toch niet interessant? Ik bedoel, waarom gaat hij zeggen, dank u God of vader voor... Nou, ik denk om te laten zien dat hij het niet uit zichzelf doet. Hij komt weer even in contact met degene waarvan de kracht vandaan is gekomen. Hmm. En hij kon het doen. Hij had de macht om het te doen. Hij had het gezegd. Ik ben de opstanding in het leven. Maar hij had met de eer kunnen strijden. Maar ik ben als mens gekomen. Ja. En alles wat ik doe, het is niet van mezelf. Ik moet het gewoon in overeenstemming, overleggen. Waarom? Omdat hij in een speciale missie is gekomen. Ja. Hij komt als mensen om de mensen te redden. Dus hij gaat naar zijn vader toe natuurlijk. En hij bidt tot zijn vader. En dat om te laten zien wat voor eenheid er was met zijn vader. Dat Christus werkte samen met zijn vader. Maar dat zie je ook aan hoe zeker Jezus ook van zichzelf was. Want hij wist gewoon dat God achter hem stond, dat ze gewoon samenwerkten. Omdat je ziet, even terug naar 3, staat ook... Christus weende niet om Lazarus, want hij stond op het punt hem uit het graf te roepen. Dus waarom zou hij daar... Hij wist gewoon dat hij binnen een half uur of zo dat hij weer zou leven. Dus waarom zou hij gaan huilen voor Lazarus? Ja. Dus hij was zo gewoon... het is echt mooi, vind ik. Ja. Het is gewoon één. Ja. Nou, niet lang geleden hadden de vijanden van Christus hem van godslastering beschuldigd. Toen hij zei, mijn vader, en de Joden die begrijpen van, oh, wacht eens even, je maakt jezelf gelijk aan God. Dus dat was het, en ze wilden hem stenigen. Maar hier noemt Christus God als zijn vader en verklaart vol vertrouwen dat hij Gods zoon is. Ja. Weet je, in alles wat hij deed, werkte Christus samen met zijn vader. En hij had er altijd zorg voor gedragen, duidelijk te maken dat hij niet onafhankelijk werkte. Ja, klopt. En dat is wat sommige mensen niet in beeld kunnen plaatsen. Van, wat bedoelt hij dat hij wel kan? Of, laat me even anders zeggen. Uit sommige uitspraken van Jezus zeggen, oh zie je, hij kan het niet. Hij weet het niet. Hij doet het niet. Hij mag het niet. Nee, dat was het punt niet. Nee. Hij moest gewoon duidelijk laten zien dat hij niet onafhankelijk werkte. Nogmaals, hij was als mens gekomen hier op aarde. Ja, en niet alleen dat hij niet onafhankelijk werkte, maar ook dat hij dat hij alles in overeenstemming met Gods wil deed. Mm-hmm. Want als je ziet dat ze hem zelfs beschuldigden van wonderen doen door de macht van Satan. Mm-hmm. Nou, dat gaat echt ver. Dus door gewoon altijd Gods wil te doen. En ook in zijn naam die wonderen te doen, dan konden ze niet anders dan eigenlijk dat gewoon accepteren dat hij echt Gods zoon was. En omdat hij ons voorbeeld was, of is, hier op deze aarde, dan weet ik dat door in hem te geloven en in hem te blijven, kan ik ook dezelfde dingen doen wat hij gedaan heeft. Kijk, als hij gehandeld had onafhankelijk van zijn vader, dan kon ik dat kon ik niet doen. Nee. Dus hij heeft ons een voorbeeld achtergelaten van in overeenstemming met zijn vader. Altijd in contact met zijn vader. Kan ik dat ook doen als ik in contact met Jezus ben? Ja. Dus daar gaat het om. Niet dat Jezus niet kon of niet wist of minder was. Het ging om dat hij wilde duidelijk laten zien dat hij niet onafhankelijk werkte. En dat altijd samen met zijn vader. Ja? Oké. Nou, wat doet dan uiteindelijk Jezus Christus? Graf is open, iedereen staat stil, iedereen kijkt zo vol verbazing of benieuwd wat gaat gebeuren. Ja, hij riep met grote stem, dus hij zal wel hard, niet zo van zachtjes, maar hij riep met grote stem, Lazarus kom uit. Mm-hmm. Dus hij beval Lazarus om gewoon naar buiten te komen, op te staan en naar buiten te komen. En dat is wat Lazarus ook deed, tot ieders verbazing. Hij kwam naar buiten, maar nog helemaal in de grafdoeken en... Zijn gezicht was zelfs bedekt. Mm-hmm. Dus hij kon eigenlijk niet eens normaal, theoretisch gezien, zou hij toch niet zo goed kunnen bewegen en zien en zo. Nee, precies. Maar hij kwam gewoon naar buiten. Ja. Terwijl hij spreekt, vliet zijn goddelijkheid door zijn menselijkheid heen.
Zijn goddelijkheid is bedekt door zijn menselijkheid. Dus dan komt hij nu even naar buiten. Omdat het is gewoon God die spreekt op dit moment. Natuurlijk, in overeenstemming met zijn vader. Maar nu spreekt hij, weet je, met als overwinnaar zelf. En ja, de ogen van allen zijn gericht op de ingang van het graf. Met intense en haast pijnlijke verwachting zien allen uit naar de toets van Christus' goddelijkheid. Naar het bewijs dat zijn aanspraak op het feit dat hij Gods zoon is, moet bevestigen. Of de hoop voor altijd moet blussen. Ja, dit was het moment. Dat was het moment. Want Jezus die... Is Jezus wat hij zegt dat hij is of niet? Klopt. Ja, gaat hij zichzelf nu waarmaken? Want eigenlijk hadden die mensen gewoon, ze hoefden niet eens te geloven, heel veel van die mensen in eerste instantie. Want geloven is meer als je niet weet, als je het niet ziet. Als je niet ziet. Als je geen bewijzen hebt, dan geloof je. Deze mensen hebben zoveel bewijzen al gehad. Mm-hmm. Het was gewoon, ja, dit was het toppunt eigenlijk. Wat voor groter wonder bestaat er in de wereld, dat iemand levend wordt. Ja. Het is gewoon ongelooflijk. En alsnog twijfelen sommige mensen en gingen ze gek doen daarna. Dat is ongelooflijk. Ja, het is inderdaad niet echt om geloof, maar het ging meer om als bewijs, om te laten zien wie hij in feite was. Ja, en dat heeft. Ja, want voor Maria Martha was het wel geloof, want die wist al dat hij dat kon. Dat kon, je kan het doen, je bent er. Dat is geen twijfel. Ja. Wat ze niet wisten is dat het nu op dat moment, of op dat moment zou gebeuren. Ja. Nou, ook, ik vond ook iets moois, is de houding van Lazarus daarna. Hij gaat niet echt van, oh zusje, weet je, dus iedereen groeten van, hier ben ik, waar was ik, waar ben ik de hele tijd geweest, of, snap je? Nee, hij gaat aan de voeten van Jezus. Ja, zijn ogen stralen van begrip en liefde voor zijn heiland. Mm-hmm. Dat is echt prachtig, ja. Ja. En ook hoe hij eruit komt, hè. Hij staat daar als een man in de kracht van het leven op het hoogtepunt van zijn kracht. Hij straalde van gezondheid waarschijnlijk. Ja, en daarom is dit een beeld van hoe het zal zijn in het einde. Ja. Van ja, ik mankeer wat, ik kan niet zien, ik ben blind of ik kan niet goed horen of een ziekte of wat geamputeerd. In de opstanding komt hij gewoon helemaal perfect. Ja. Komt hij helemaal gezond, vol kracht en jeugd. Dus daarom is dus dit een bewijs van hoe het zal zijn in de opstanding. Daarom is dit een beeld van hoe het zal zijn in het einde. Ja, en wat ik ook nog wel grappig vond eigenlijk is dat hier staat, zijn bewegingen worden belemmerd door de grafdoeken waarin hij was gelegd. En Christus zegt tot de verbaasde toeschouwers, maak hem los en laat hem heen gaan. Dus waarschijnlijk heeft iedereen daar gewoon gestaan. Laat hem daar lopen met die doeken, niemand doet wat. Dus Jezus moet echt zeggen, maak hem los, maak hem vrij. Ik denk dat ze zo verstijfd waren dat ze zoiets hadden van, hè? Precies. Ze konden gewoon, ze waren zo verstijfd, ze konden helemaal niks doen. Nou, echt interessant. Niettemin, wat hier staat in Johannes 11, vers 45 en 46. Er zijn dus mensen die toch in hem hebben geloofd. Ja. Maar niet in de zin van, niet in de zin van, of geloven dat hij dat wel kan doen. Maar nu geloven dat hij inderdaad de Zoon van God is. Ja. Dus dat was het. Dus nog een verdere stap, nog een verdere bewijs van wie hij is. Voor sommige mensen was het echt van, niet meer. Maar voor anderen was het echt van, sommigen die gingen in hem geloven, anderen die gingen naar de fariseeën toe. En het is zo raar wat de fariseeën dan doen. Ze komen dan, ze vergaderen, als we lezen in vers 47, 48, en dan zeggen, wat gaan we doen? Want deze mens doet vele tekenen, wonderen, indien we hem als zo laten geworden, ze zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. En Caiaphas die zegt van, het is beter dan één mens sterft voor het volk en dat het gehele volk niet verloren gaat. Wauw. Dus ze waren nu al bezig om de dood van Christus en van Lazarus te plannen. Op dat moment. Ze zien dat de man, de doden eruit komt. Ze zien de wonden van Christus. Ja. Ze zien alles. En wat willen ze doen? Nou, we moeten hem doden. Ja, uitschakelen. Wauw. Niet te geloven. In plaats van dat ze zeggen van, wauw, het is echt ongelooflijk. Of we gaan nu uiteindelijk, hij is het. Nee. Ja, echt door en door slecht. Echt alleen maar op status en precies. Positie gericht.
Ze wilden hun positie behouden. Ja, de Romeinen komen, die we gaan... Nou. Ja, oké, maar dat je positie wil houden, oké, er zijn wel meer mensen die dat willen. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar dat je dan over lijken gaat, bij wijze van spreken. Dat je dus echt gewoon mensen dood gaat maken daarvoor, om jouw baantje te houden. Dat is echt... Maar dat is de politieke wereld. Dat is, het gebeurt ook in deze wereld vandaag de dag. Dus, nou, ik vond het ook interessant het feit dat Jezus zich terugtrekt. Ja, vond ik ook interessant. Als hij omzien naar de levengever, is niet te vinden. Ja, heel mysterieus of zo lijkt dat dan. Ja, maar ze waren natuurlijk zo met Lazarus bezig, met iedereen blij. Ja. En dan in die vreugde is hij langzaam... Hij heeft ze een tijd gegeven. Zodat ze tot de blijdschap zouden uiten, dat ze zo... Ja. En dat ze hem ook later zouden zoeken. Ja. Op dit moment is Jezus een beetje van het beeld weg. En nu is iedereen met Lazarus. Wat heb je gevoeld? Wat heb je meegemaakt? Ja. Wat heb je gezien? Ja, dat zou ik ook willen weten. En Jezus wilde dat de mensen weer hem zouden zoeken. Ja. Heeft ze gewoon de tijd gegeven. Ja, precies. Niet dat ze dan nog even tussendoor van bedankt Jezus en Lazarus wel wat blij dat je... Nee, gewoon echt puur Jezus bedanken later eventueel, hè? Ja. Niet door elkaar allemaal, gewoon dat... Ja. Ter overdenking zien wij, voordat ik dat lees, ik wilde misschien wel aanhalen wat Lazarus betekent. Lazarus betekent, de naam Lazarus betekent, God zal helpen. Oh, wauw. Ja. Dat is de betekenis van Lazarus. Geen toeval. Nee, dat is geen toeval. En we zien om hun geloof, om het geloof van Lazarus. Want ze wisten dat hij zou opstaan. Dus hij was zeker van zijn verlossing, van zijn, mm-hmm. Maria, Martha, om hun geloof, om het geloof van de discipelen, om het geloof van anderen ook. Die later in hem zouden geloven, maar ook om het bewijs van zijn goddelijkheid, heeft Jezus dat gedaan. En het is gewoon uitgekomen. God zal helpen. Ja, God heeft geholpen. Nou, als we dat toepassen in ons leven, we kunnen inderdaad misschien ook in de geestelijke zin dood zijn geweest. En het is alleen Jezus Christus die ons leven kan maken. Ja. Het is alleen Jezus Christus die ons in het laatste moment... als we in hem geloven tot in leven, in een geestelijk leven kan maken. En hij zegt precies dezelfde woorden. Kom uit. Sta op. Ja. Dat is inderdaad heel mooi. Wat dit allemaal betekent. We kunnen dan door overdenking lezen. En dat is tijdens zijn bediening wekte Jezus de doden tot leven. Hij wekte de zoon van de weduwe van Nain, het dochtertje van Jairus en Lazarus op. Maar ze werden niet bekleed met onsterfelijkheid. Nadat ze waren opgestaan, blijven ze onderworpen aan de dood. Maar degenen die voortkwamen uit het graf bij de opstanding van Christus werden opgewekt tot het eeuwige leven. Ze waren de menigte van de gevangenen die met hem zijn opgevaren als trofeeën van zijn overwinning over de dood en het graf. Dus deze mensen zijn weer dood gegaan. Alleen de mensen die met Jezus Christus opgestaan zijn, toen hij opstond, die hadden wel onsterfelijkheid. In het eind, want hier wordt het ook aangehaald, van hier in het eind, sommige mensen die zullen dan, die gestorven zijn, die zullen dus dan weer opgestaan. Andere mensen die leven op het moment van de wederkomst van Christus, die zullen levend opgenomen worden. Ja. Wat een hoop. Ja. Een hoop voor ons. Ja. Een hoop om verder te gaan. Een hoop om niet op te geven. Wat voor ons te wachten staat is overwinning als we dat willen. Ja. Als we in Christus geloven is hij voor ons opstanding van de geestelijke dood. Maar ook eeuwige leven. En we kunnen vanaf nu al beginnen te proeven. Ja, en de overwinning is al behaald. We moeten alleen zorgen dat we erbij zijn. Ja. Net zoals een groot feest. Ik bedoel, het feest wordt gevierd. Het is al georganiseerd. Ja. Zorg alleen dat je erbij bent. Ja. Ja. Dus zorg ervoor dat u ook erbij bent. En dat je Jezus Christus niet verdriet brengt. Want wanneer we niet doen naar zijn wil, dat doen we hem
pijn. God zegen. En bedankt Valerie voor medewerken. Ja, graag gedaan, jou ook bedankt. En God zegen. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Amen.